Doe wel van lief, als ik tegen jou had gezegd voorafgaand aan deze wedstrijd, jullie gaan met 5-0 van VVV winnen, wat had jij dan gezegd? Had ik je voor gek verklaard, denk ik. Nee, van tevoren verwacht je gewoon een hele lastige wedstrijd, omdat het nummer 1 tegen nummer 2 is. En je weet dat VVV gewoon goed kan voetballen. Ja, en uiteindelijk wordt het 5-0, ja. Het klinkt heel eenvoudig, het wordt 5-0. Waar ligt dan de sleutel voor jullie overheersing en voor jullie ruime overwinning? Nou, ik denk dat wij gewoon de echte wil hadden om te winnen en gewoon echt bovenaan wouden blijven staan. En dat zag je bij VVV dat het iets minder was. Wij zaten overal kort op en we wouden alle ballen wouden we winnen en ballen veroveren. Nou, en dan lopen zij achter de feiten aan. Dan komen jullie op voorsprong, verdubbel je de score uit een misschien gelukkige strafschop. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik denk wel dat het terecht strafschop was, ja. Je pakte die bal, je ging hem nemen. Zegt dat ook al iets over de status die je hebt afgedwongen in de ploeg? Nou, de status in de ploeg? Nee, denk ik niet. Ik heb laten zien dat ik gewoon een goede trap heb en dat ik daarom gewoon eigenlijk mag nemen. Ja, Paul Gladon was de eerste penaltynemer. Maar die miste vorige week en uiteindelijk voel ik dan wel geroepen om dan die penalty te nemen. En wordt de trainer die zegt dan ook tegen mij van ja Joël, de volgende neem jij gewoon. Want je hebt gewoon een goede trap en je kan gewoon goed nemen. Verantwoordelijkheid nemen zeggen ze dan? Ja, vind ik prima. Hou ik wel van. Heeft het je verbaasd dat jullie met zo'n groot krachtverschil van VVV won? Uiteindelijk niet denk ik. Want we zaten, zoals ik net zei, we zaten overal kort op en we hadden echt winnen, echt de wil om te winnen. Nee, dat zie je dat wij gewoon tweede ballen pakken en dat wij in de omschakeling gewoon van balbezit tegenstander naar balbezit gewoon echt gewoon heel snel waren en af en toe gewoon hun eruit counteren. Nee, met snelheid op de flanken heb je gewoon met Eriksen Danso en met de balgeladon die een bal gewoon goed kan vasthouden, dan heb je gewoon een goede spits aan. Nee, dan kan je gewoon goed en snel eruit komen. Ja, uiteindelijk scoor je me gewoon. Jij maakt 2 doelpunten, moet voor jou persoonlijk ook heel fijn zijn. Ja, is heel lekker. Sowieso eerste doelpunt in betaalde voetbal. Nee, de eerste maak je dan uit een penalty. Ja, prima, ik bedoel, scoren en scoren. En uiteindelijk heb je gewoon zoveel zelfvertrouwen ook qua team. Omdat we gewoon hartstikke goed spelen en we bijna alleen maar balbezit en zij komen er bijna niet uit. Dus dan groeit het zelfvertrouwen. Ja, en dan op een gegeven moment kan je vrijuit voetballen. Omdat je eigenlijk voor de rust sta je al 3-0 voor. Nee, dan op een gegeven moment maak je 4-0, maak je 5-0, is de wedstrijd al klaar. Wat gebeurt er met je als je je eerste doelpunt betaald voetbal maakt? Ja, wat gebeurt er met mij? Op zich wel echt een heel lekker gevoel. Want het is dan wel een penalty, maar je moet hem wel uiteindelijk moet je hem wel scoren. Dus het is wel echt een heel lekker gevoel. Ja. En was het ook nog lekker voor jezelf dat je ook nog een tussen haakjes gewoon doelpunt maakte? Sorry, een? Een gewoon doelpunt, niet vanaf de stip. Ja. Nee, je zat er lekker in, zeg. Ja, maakt het extra mooi. Nee, de trainer die hamert erop dat ik bij de 16 meter van de tegenstander moet komen en veel meters moet maken. En dat is ook wel mijn kracht, mijn loopvermogen en mijn schot plus paas. Dus hij wil graag dat ik bij de 16 meter kom. Nou, en uiteindelijk krijg ik de bal en schiet ik hem eigenlijk heel lekker in. Ik raak hem goed. Als je nou ziet dat jullie zo met overmacht van de nummer 2 winnen, wat is er dan voor jullie mogelijk dit seizoen? Ja, uiteindelijk denk ik wel dat er veel mogelijk is voor ons. We hebben gewoon een hele goede selectie. En dat hebben we nou wel een aantal keer laten zien. Ik denk dat vorige week komen we goed weg bij de Graafschap. Winnen we 2-1, maar nu laten we gewoon echt zien dat we heel goed kunnen voetballen. Nou, plus dat we thuis spelen en het publiek achter ons staat. Dat helpt ons ook gewoon heel erg. En het was aardig vol, moet ik zeggen. En dat doet jouw speler dat hartstikke goed, omdat je toch trouwe supporters hebt. Valt het woord titel wel eens in Dordrecht? Ja, ik geloof dat supporters wel een aantal keren scanderen van wij worden kampioen. Dus het is nog een hele lange weg te gaan. En we doen het nou hartstikke goed. We willen eerst gewoon een periode pakken. En daarna zien we wel verder. Dat mag eigenlijk niet meer misgaan naar die periode? Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, we zijn aan onze stand verplicht om gewoon die periode te pakken. Maar het moet wel gebeuren natuurlijk. Als we zo gewoon door blijven voetballen, dan ik denk wel dat het mogelijk is. Het zelfvertrouwen is hartstikke groot nu. Helemaal na deze winst, 5-0. Dat doet jezelf en qua team doet je hartstikke goed. Vanavond een bescheiden feestje? Nou, een bescheiden feestje,
mijn familie is hier, mijn ouders en mijn broers zijn hier. Plus kennissen en zo, allemaal mensen uit de straat. Dus ja, een bescheiden feestje, ja, uiteindelijk wel, denk ik. Ze hebben een mooie wedstrijd uitgekozen. Ja, zeker. En ik denk dat ik hun een goede wedstrijd heb laten zien.